Daar is een nieuwe hoofdstuk in die John Kloppe saga. Ilse Marie Leroux berig. In een zaak wat nu al meer dan 12 jaar sluur, het een rechterlijke tribunaal die Weskaapse rechterpresident John Kloppe die afgelopen naweek aan grove wangedrag schuldig bevindt. Kloppe is destijds daarvan beschuldigd dat hij twee rechters van die constitutionele hof probeert beïnvloed het ten gunste van oud-president Jacob Zuma in een zaak wat met die wapenskandaal verband hou. Die tribunaal het in sy verslag bevind, Kloppe het die onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die constitutionele hof bedreig. Kloppe se lot word nou aan die rechterlijke dienstcommissie oorgelaat, wat moet besluit of hy uit sy post verwyder behoort te word of nie. Indien wel, sal die saak in die parlement draai, waar die motie vir sy verwydering 'n 2/3 meerderheid steun sal moet geniet, voor Kloppe finaal in die pad gesteken word. Die rechterlijke dienstcommissie se skynbare onwilligheid en traagheid om streng op te tree teen die wangedrag van regters, het hierdie week sterk kritiek onder kommentators uitgelok. Die kommissie bestaan uit meer as 20 lede, wat die hoofregter, Mogoeng Mogoeng, as ook praktiserende prokureurs en advokate en lede van die nasionale vergadering insluit. Julius Malema van die EFF en Glennis Breitenbach van die DA dien bijvoorbeeld daarop. Intussen het die rechterlijke dienstcommissie die week begin met 88 onderhoude om 31 rechtersposte te vul. Daar is tans 2 vakante poste vir rechters in die constitutionele hof. Om verder hierover te praat, verwelkom ek nou 3 wijse manne. Barnard Beekman is die redakteur van Beeld, Theo Venter is een politieke ontleder en Max de Pree is die uitgever van die Vrye Weekblad. Hy is op Skype. Max, ek begin met jou. 12 jaar en talle skandale. Hoekom het dit so lang geneem? Ja, wel, dit is blijkbaar hoe dit mag gebeur by ons. Meneer Zuma gaan dit nogal heel wat langer aan. Ek dink een van die goed wat ons moet uitwys in termen van regter Kloppe, is dat die rechterlijke dienstencommissie aanvankelijk geweier het om hom te straf. Dat hulle die saak uitgegooi het. En dit het die burgerlijke samenleving gevat om die saak weer naar die hof toe te vatten. Dit is deel van die reden waarom het so lang geneem het. Maar dit is een patroon nu bij ons. Denk aan rechter Motala, een wat dronken muur vastgerij het. Hoeveel jaren het dit niet gevat om hom aansprekelijk te hou nie? En ik denk dit is een groot probleem hier bij ons. Rechter Kloppe sit met 4 andere aanklachten teen hom, onder meer dat hij een collega, een mederechter, in die kamers aangerand het. Dit lê nog op die horizon. Ons is baie traag om, of liever ons instans, is baie traag om teen rechters op te tree. En as ons dink aan hoeveel druk, politieke druk daar op die rechtbank is op die oomblik, is dit een fatale fout. Die rechtbank moet met groot energie en visie beskerm word in hierdie moeilike populistische daal van ons. En wat die rechterlijke dienstencommissie doen, sover gedoen het, was nie goed genoeg nie. Wat vandag by die rechterlijke dienstencommissie gebeur het, is nie goed genoeg nie. Theo, die proces gaan naar parlement toe, waar 2/3 meerderheid gekry moet word, dit gaan nie makkelijk wees nie, of hoe? Nee, dit gaan nie makkelijk wees nie, maar ek dink hier is 'n belangrike ander saak wat ek hieraan wil koppel, en dit is die openbare beskermer se saak het ook lank gevat, Max is heeltemal reg, en haar saak word nou ondersoek. Nou, haar saak gaan waarskynlik gouer voor die parlement kom as wat regter Kloppe se kom, want hy het maar dieselfde strategie as wat meneer Zuma ook gehad het, deur regstegnies die juridische processe uit te rek en technische probleme en hekkies in die pad te gooi en so aan. As die parlement die vermoe het om 2/3 meerderheid te kry om die openbare beskermer uit haar pos te ontslaan, dan is die pad om na Kloppe te kyk baie makkeliker, want dan het hulle dit al 1 keer gedoen. So ek dink toch, daar is 'n oefening waardeur die parlement nou sal gaan voor hulle by regter Kloppe uitkom, maar ek stem ook met Max helemaal saam. Dis hoogtyd dat ons strenger optree teenoor regters, maar ek kan ook verstaan dat in die periode van sogenaamde transformatie oor die laaste 27 jaar om nuwe regters in die proses in te kry, is daar maar met sagte handskoentjies gewerk oor sekere verkeerde optredes. En dis, dit gaan nie net oor groot foute
wat gemaakt is. Maar het gaan ook oor wanneer hofsaken geleverd worden, hoe lang dit vat om een uitspraak geskryf te krijgen, al sulke soort problemen. Barnathie, praat oor transformatie. Dit was een kwestie die week bij die onderhoude om nieuwe rechters aan te beveel en aan te stellen, ja, van die rechterlijke dienstcommissie. Hoe baie van dit is oor bevoegdheid en hoe baie is dit ook maar niet om een bietjie van een politieke speelbal daarvan? Kijk, Max het verwijs naar die druk wat daar op die rechtbank is. Ik denk ons moet alles sien ook in die licht van die groot binnengeveg, die groot verdelingslijnen, die veg om mag en beheer te krijgen oor instellings en dan daaruit vir jou en jou binnen jou groepie volgelinge om voordele te verdien of toegang tot inkomstenbronnen en die skaak wat bestaan. Daar is nog nie een skaakmat nie, maar die skaak wat bestaan spoel deur na klomp instellings toe en ek dink ons sien dit hier ook tot de mate. Daar is aan een factor, maar ons sien dit hier ook uitspeel. Ja, uiteindelijk, natuurlijk, enige land wil sy instellings verteenwoordigend heen. Dis ook goed dat die Suid-Afrikaanse rechtbank so verteenwoordigend as moontlik is. Maar uiteindelijk soek ons goeie rechters en behoorde die criteria te wees. Of die rechterlijke dienstcommissie regsaam gestel is ook een vraag. Verteenwoordig beroepspolitici werkelijk die burgerij. Maar in sy onperfektheid sit ons nou met dit en dit lyk asof dit soms 'n problematiese kanaal is. Max, as jy kyk na wat uitgestaan het die week by die onderhoude, die vier werke waarvan ons nou so 'n bietjie gepraat het, wat het vir jou uitgestaan? Wel, die eerste ding wat vir my uitgestaan het was hoe Julius Malema op regter Pillay geskreeu het en haar beledig het. Goed vir haar gesê, soos jy is 'n aktivis, jy is nie 'n regter nie. Jy behoort nie een rechter te wees nie, jy behoort in geen hoë pos te wees nie. Jy is net een Pravin, lid van die Pravin faksie. Dit was vir my akelig. Rechter David Unterhalter, ek is jammer, ek kon nou nie hoor wat Barnard sê nie, miskien het hy daar al gepraat, rechter David Unterhalter, advokaat David Unterhalter, is seker een van die vijf topmense rechtslui in die land vandag. Hy is kwalijk geneem dat hy een affiliatie het met die Jewish Board of Deputies, en hy is een Jood. So, Jode en Indiërs het dit zwaar gekry vandag onder die EFF. Ek wonder regtig waar of die parlement nie moet besin of Julius Malema hulle daar verteenwoordig nie, want hy verteenwoordig nie die EFF nie, hy verteenwoordig die parlement. En die Bali, of hulle nie moet oorweeg, hoekom het hulle iemand soos Dali en Pofu om hulle die belangrike commissie te verteenwoordig nie. Ek dink die grootste fout van my vandag het gekom van hoofregter Mogoeng Mogoeng, wat met die vreemdste ding voor een dag gekom het, na aanleiding van Malema, sy onder ons hier met regter Pillay, waar hy skielik vir die eerste keer in jare onthou het van een vergadering wat hy gehad het met Pravin Gordhan in Kaapstad. En Pravin Gordhan het toe vir hom iets gesê van regter Pillay is sy vriend. En ek het daarna gesit en kyk en gedink, goeie genugtig, hier is een groot skandaal aan die kom. A en B, hoekom sê rechter Mogoeng dit nou nie, nou eers? En toe kom ons by die, kry ons die verklaring by rechter, by meneer Gordhan, wat sê, ja, daar was een vergadering, dit was een besigheidsvergadering, hy sê precies waar het gegaan het, gaan onder meer oor die belastingomboed, en hy het toe, as het van een parting shot gesê, o, julle het rechterlijke dienstcommissie vandag gehad en my vriend rechter Pillay was daar, houd sy gevaar. Nou, het is belangrijk om daarop te wys dat die uitslag van rechter Pillay toe al uitgeskakel was. So daar is nie een moontlikheid, en rechter Mogoeng het geweet, dat meneer Gordhan haar kon bevoordeel nie. Ek dink het was afgryslik en ek dink dit is een pad wat Mogoeng bezig is om te loop die laatste paar maanden, waar ons 2-3 jaar gelede met een kandelaar nogal gedink het, hier is een man, hy is bezig om die pad buister te raak. En ek dink, sy termijn is genadiglik binnenkort voorbij. Maar dit was vir my afgryslik. Op haar noot, bly nie dat ons gaan nou weer gesels.